Op dit moment komen mensen samen in het stadhuis voor een Carnegie-onderscheiding voor drie helden. Tjitske Postema, Nick Jansen en Laurens Hoube grepen precies een jaar geleden in bij een schietincident in Lent. Door hun snelle actie eindigde het incident veilig en is de schutter gearresteerd. De Carnegie Heldenfonds heeft de helden erkend en beloond met medailles, uitgereikt door de geredde vrouw en de burgemeester. Als je afgaat op iemand die met een pistool is zwaar en ook heeft getoond te schieten, een van de helden is ook geraakt door een kogel. Je wilde niet denken wat er had kunnen gebeuren. En wat ik ook heel bijzonder vond, dat het slachtoffer, Sjoerd, er ook zelf bij is. Dat vond ik wel dapper. Met behulp van een tolk hebben de helden en de geredde jonge vrouw met elkaar gesproken. Ook haar familieleden hebben hun dankbaarheid geuit jegens deze drie helden. Ik vind het vooral goed dat er wat aandacht besteed wordt aan hoe je met dit soort conflicten omgaat. Als die in de openbare ruimte gebeuren, dat je daar gewoon niet alleen zit te filmen, maar gewoon ook denk toch je eigen verantwoordelijkheid neemt en iets doet of zo. Ja. Dus ik zou het weer doen, dus dat kwam een keer gezegd. Dus. Het verbaasde mij dat iedereen dus ja, met een telefoon stond te filmen en juist niemand handelde. En op basis daarvan heb ik gehandeld naar eer en geweten en gelukkig met een goede afloop. Maar ik denk dat wij alle drie, tenminste ik voel mij geen held. Ik voel me gewoon iemand die zijn plicht heeft, zich aan zijn plicht heeft voldaan. Ik hoorde u zeggen dat u ook naar de rechtszaal gaat. Klopt, ja. Ja, daar heb ik inderdaad van gehoord. En ik had ook gevraagd of ik daar ook naartoe mocht gaan. Het is een openbare rechtszaak. En ik vind het niet alleen interessant om daar ook bij te zijn, maar ik vind het ook gewoon belangrijk dat ik weet dat degene die dat gedaan heeft ook berecht wordt en hoe die berecht wordt en wat voor informatie daarbij hoort. Ja. Het was in heel veel opzichten een mooie, bijzondere bijeenkomst. Kijk, een goede daad verrichten, goed werk doen voor anderen, daar kun je ook een leentje voor krijgen, dat is heel mooi. Maar dit is nog net even iets anders. Hier stel je jezelf in het risico, zelfs je leven in de waagschaal. En dat maakt het wel echt heel, heel bijzonder. Dat vraagt gewoon lef.